Je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Vooral over het zuiden en westen van het land drijven wolkenvelden. In het noordoosten zien we al wat meer opklaringen. Het weerbeeld verandert heel gestaag, maar het gaat niet heel snel. Langzaam maar zeker komt er wat meer ruimte voor de zon. In het binnenland kan nog wel een enkele bui vallen. En vanochtend is het 15 tot 18 graden. Vanmiddag komt er nog wel wat bij, we worden 20 tot lokaal 23 graden. Het binnenland houdt kans op een bui, elders is het op de meeste plaatsen droog. De zon schijnt steeds vaker en de wind begint langzaam af te nemen. Vanavond draait de wind langzaam via het noorden richting een oostelijke richting. De opklaringen winnen van het noordwesten uit verder terrein en de temperaturen liggen rond een graad of 18. Voor morgen staat veel zon op het programma, maar in het westen en vooral in het zuidwesten drijven nog wel wat wolkenvelden rond. Die zon die maakt de temperaturen naar richting 23 tot 25 graden een zwakke zuid tot zuidoostenwind. Woensdag en donderdag en vrijdag hebben we dan drie dagen met volop zonneschijn en hoge temperaturen. Het wordt vrijwel overal meer dan 25 graden. De warmste dag is waarschijnlijk donderdag met lokaal, heel misschien wel een keer, temperaturen dicht bij de 30 graden. Ik ben Marco Verhoef van Weerplaza.nl.